bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik iets wel heel tofs. Ik heb namelijk mijn allereerste designer tas gekocht. En ik had nooit echt gedacht dat ik dit zou zeggen. Wacht. Ik had nooit echt gedacht dat ik dit zou zeggen, want ik ben eigenlijk helemaal niet zo erg een merkjunkie. Misschien wel met make-up, maar totaal niet met fashion. En ben ook niet heel erg van fashion. Maar een mooie tas is toch iets wat wij vrouwen denk ik allemaal heel erg kunnen waarderen. En afgelopen woensdag ben ik bij de Bijenkorf geweest in Amsterdam. Heb ik de hele tasafdeling afgelopen en daar heb ik gekocht. Daar heb ik dus gekocht een nieuwe tas. En ik ga eerst even vertellen hoe dit nou eigenlijk is ontstaan. Ik vond het altijd al wel heel erg leuk, mooie tassen. En ik vind het op zich ook wel een mooie investering. Als je gewoon een mooie tas koopt waar je gewoon echt een hele lange tijd mee kan doen, dan kan ik het best wel zien als een investering. Maar dan wil ik wel echt een tas die eigenlijk aan alles voldoet. En dat zijn nogal wat eisen, want ik wil het liefst dat die gewoon van echt leer is. Dat het een beetje een klassiek, maar toch wel een beetje een bijzonder model is. Dat het toch net even een touch heeft waarvan ik denk, dat is hem. En dat hij me toch wel, zeg maar, aanspreekt. Maar dat ik hem eigenlijk over 10 jaar nog zou kunnen dragen. En dat hij wel bij veel past. Nou, de kleur vond ik allereerst super lastig. En uiteindelijk ben ik voor een zwarte tas gegaan. Ik denk dat we hem maar gewoon gaan openmaken. Ik heb hier mooi het strikje. Die ga ik even losmaken. Ik heb hem ook serieus nog niet gedragen. Het is echt zo dat ik wilde wachten met deze unboxing. Zo. Dan zit hij in deze dustbag. Ik zal een beetje naar achter gaan. Nou, hier kan je het merk al zien. Hij is van het merk Coach. En het is best wel een upcoming brand. Ze hebben onder andere ook een parfum. Misschien kan je het merk daarvan kennen. Het komt uit New York, dit merk. En het is echt een beetje een beetje jong, maar toch wel een beetje gek. En toch wel ook weer klassiek. Dus het is echt wel een leuk merk. Ik kende het dus nog niet zo erg goed. En ik liep eigenlijk gewoon een beetje op de hele afdeling rond. Ik vind sowieso de tassen van Valentino ook echt super mooi. Maar dat was echt wel een beetje boven mijn budget. En deze zat wel echt op het budget. Dus ik heb wel, zeg maar, me ingehouden. Maar het is wel even een lekkere investering. Maar ik vind het echt een hele mooie tas. Dus ik ga hem laten zien. Dit is mijn nieuwe tas. En ik hoop niet dat ik nu heel erg zwaar overbelicht ben. Zo te zien wel. Laten we even all focus on the back. Dit is dus hoe dat hij eruit ziet. Nou, zoals je kan zien is die hier van leer. En hier aan de zijkant zit suède. Dat vind ik sowieso heel erg leuk. Want je had hem ook in helemaal leer. Dat is een net iets ander model. Maar ik vind het toch wel leuk dat hij, ja, soort van daardoor wat meer contrast heeft. Zo wat meer kleur. Dus dat vind ik ook wel heel tof. Nou, dan zitten er hier dus gewoon hengsels aan. Ik weet niet of dat er nou nog een lang koord aan zat. Volgens mij niet. Maar dit was, zeg maar, paste perfect zo om je arm heen. Dus qua lengte vond ik hem eigenlijk perfect. En dan heb je hier, zeg maar, een magnetische sluiting. Dit is echt lastig om te laten zien. Hier heb je ook nog vakken. Dus hier aan de zijkant kunnen ook dingen in. Er is nog een klein vakje. En hier kan je dus wat in doen. En datzelfde geldt voor de andere kant. Dus hier kunnen beide dingen in. En hier zie je dus een vak in het midden. Ik hoop echt dat ik dit een beetje goed kan laten zien. Maar dit middenvak, dat vond ik eigenlijk echt de doorslaggever van deze tas. Kan ook open. Hier zit de rit. Zit heel leuk met een slotje vast. Vind ik echt een heel leuk detail. En die kan je dan zo openritsen. En hier kunnen ook nog heel veel spullen in. Dus ja, het is echt wel veel ruimte. En het is echt gewoon mooie kwaliteit. Ik ben echt gewoon heel blij met deze tas. Dus dit is mijn nieuwe tas. Mijn eerste designer tas. En ik heb dus echt maar gekozen voor deze tas. Omdat ik de kleur vond ik sowieso eigenlijk wel prima. Ze hadden hem ook in, even kijken, in een beetje okergeel. Maar ja, zoals jullie weten, ik draag heel vaak zwart. En dan vind ik dat niet altijd mooi in combinatie. Bijvoorbeeld wit met okergeel vind ik dan wel weer mooi. Maar heel veel zwart dragen met okergeel vind ik een beetje tricky qua kleuren. Dus ik vond dit heel erg mooi. De hardware, sorry, dat wou ik zeggen, is een beetje staal, een beetje metaal. Dus dat is, zeg maar, niet heel flats van kleur, maar juist een beetje donker. Dus een beetje dat gunmetal gray. Nou, dat vind ik echt super mooi altijd. Daar hou ik altijd heel erg van. Dus dat vond ik ook heel erg mooi in deze tas. En vooral dat middenvak.
Dus dat die tas, zeg maar, ja, gewoon een soort van speciaal vak heeft. En dat dit zo hier vast zit. Ik vond het gewoon echt een heel leuk detail. Dus dat gaf voor mij best wel een beetje de doorslag. Ik ga heel eventjes mijn telefoon erbij pakken op de site van de Bijenkorf. En vertellen hoe dat deze tas heet. En een beetje de samenstelling, wat die, zeg maar, voor specificaties heeft. Dit is de Coach Eddy schoudertas van leer en suède. Dus het is een Eddy. Ik weet niet precies hoe je het moet uitspreken, maar hij heeft dus ook een naam. Super grappig. En hij is dus van leer en suède. Hij is ongeveer 36 centimeter breed, 20 centimeter diep. En de handvaten, de hoogte hiervan is 20 centimeter. Wat ik op zich ook wel mooi vind. Want ik vind het niet mooi als een tas, zeg maar, te veel, ja, soort van te laag hangt hier in deze area. Dus ik vond dit wel een mooie lengte op zich daarvoor. Hij heeft een magnetische sluiting. En er kan ook een laptop in. Dat kan dus bijvoorbeeld hier aan de zijkanten. Hier zou er een laptop in kunnen. Alleen er zit dan, zeg maar, geen soort van laptop vak in. Dus dat is allemaal altijd een dingetje. Ik vind dat wel handig dat dat altijd wel kan. En ik vind het altijd wel handig dat dat dus kan. Ik ga even wat shots hiermee schieten. Zodat jullie even kunnen zien hoe die staat. En even een beetje close-ups. Zodat ik de tas wat beter kan laten zien. En dan ga ik natuurlijk zo meteen even vertellen ook wat de prijs is. Want ja, dat willen jullie vast allemaal heel graag weten. Maar eerst ga ik even hiermee een modeshowtje doen. Super blij met mijn nieuwe tas. En ik vind het ook wel echt gewoon leuk dat ik nu gewoon dit... Ik heb dit zelf gekocht. Ik heb dit zelf gespaard. Ik heb hier zelf voor gewerkt. En om dat te kunnen zeggen, dat voelt zo lekker. Dat voel je zo power woman. En ik wil dit ook echt een beetje, ja, als nou, niet echt als doel meegeven aan jullie, maar als, weet je... Wil jij mooie dingen kopen later? Wil jij graag zelf bijvoorbeeld dit soort leuke dingen kunnen kopen voor jezelf later? Werk hard en geniet ervan, maar vooral werk hard. En probeer zoveel mogelijk te bereiken in je leven. En wie weet heb je op een dag ook wel een hele mooie tas vast. Want ook ik had nooit gedacht dat ik zo'n mooie tas in mijn handen zou hebben. Ik ben er echt super blij mee. En voor degene die het dus willen weten, deze tas was €650. Je had ook nog een iets goedkopere variant, maar die was dan helemaal leer. Dus je had geen suède. En dit je ook nog in een beetje een petrol kleur. Die vond ik ook wel heel tof, maar ja, deze was net iets specialer ofzo. Ik vond dat suède ook wel heel erg tof. En toch ben ik voor deze gegaan. Ik ben echt... super, 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 super blij met mijn nieuwe tas. En ik kan nu al niet wachten de volgende keer dat ik ga winkelen. Want dan gaat sowieso deze tas mee. Je gaat mij, als je me gaat spotten op straat, met deze tas sowieso zien. Ik ben echt heel erg blij ermee. Ik hoop dat jullie het leuk vinden dat ik deze tas voor jullie heb unboxed. Is voor mij ook nieuw, dit soort dingetjes. En ik krijg heel vaak de vraag van dit soort dingen. Van joh, hè, nu heb je bijvoorbeeld weer zo'n tas gekocht. Ga je nu nog meer kopen? Is dit een begin van een nieuwe collectie? Vriendinnen gelijk ook van, oh, nu ga je zeker twee een hele collectie beginnen. Kijk, weet je, ik vind het echt super tof. Maar het is echt wel prijzig. En het is dus echt niet zo dat ik elke maand een nieuwe tas ga kopen van dit soort bedragen. Dit is ook echt even iets wat ik een komende tijd even niet meer ga doen. Maar nu ik een grote tas heb, zou ik bijvoorbeeld de volgende keer misschien nog een wat kleiner tasje. Zo'n crossbody of meer een beetje een clutch. Dat vind ik wel heel erg leuk. En nu ik deze tas heb, zie ik ook heel erg het verschil qua kwaliteit van vorige tassen die ik heb gehad. En ja, weet je, het is gewoon een kwestie van, heb je het ervoor over of niet? Ik heb ook vrienden die zeiden van, joh, ben jij niet helemaal goed of zo? Nee, klopt. Maar toch wilde ik het graag doen. En ik wilde gewoon vooral even mezelf belonen. Vandaar dat ik deze tas heb gekocht. En elke keer als ik ook naar deze tas kijk, kijk ik naar een Charmaine met heel veel power, heel veel doorzettingsvermogen. En die zoiets heeft van, I can do this. Dus voor mij is het ook gewoon
iets waar ik heel erg blij van word en waar ik naar kan blijven kijken. Dus ik hoop dat jullie weer een leuke video vonden. Laat vooral weten in de reacties wat jij van mijn nieuwe tas vindt. Ik ben heel erg benieuwd. En ook al vind je hem niet mooi, mag. Ik zou het jammer vinden als je een negatieve reactie achterlaat. Maar iedere mening staat vrij wat dat betreft. Maar ja, vonden jullie dit nou een leuke video? Doe natuurlijk even je duimpje omhoog. En vind je het ook zo'n leuke tas? Laat het zeker weten beneden in de reacties. Of heb jij nog een hele mooie designer tas op het oog? Of zoiets van dat je denkt van, dit is nou mijn droomtas. Stuur dan even de naam hier beneden in de reacties. Of laat weten hoeveel designer tassen jij al hebt. Heb je überhaupt designer tassen? Wat vind jij van designer tassen? Laat me dat vooral weten in de reacties. Lijkt me super leuk om te lezen. En dan zie ik je heel graag bij de volgende video weer. Doei!